Miljoen ondernemers houden dag in dag uit een groot deel van onze economie draaiende, zelfs in tijden van crisis. Op de dag van de ondernemer zet MKB Nederland die ondernemers in het zonnetje. En onze verslaggever Tessa van Viegen die staat in Den Haag bij het installatiebedrijf van Jan van den Berg, een van die ondernemers. Goedemorgen, Tessa. Ja, goedemorgen. Ja, het is de dag van de ondernemer. En ik sta naast zo'n ondernemer die vandaag centraal staat, namelijk Jan van den Berg. Goedemorgen, meneer van den Berg. Ja, u krijgt hoog bezoek vandaag, want het gebeurt denk ik niet iedere dag dat er twee ministers op de stoep staan. Nee, dat is echt voor ons de eerste keer. Dat is echt bijzonder. En heeft u de zaak even flink schoongeveegd voordat ze kwamen? Nee, dat hoefde niet, want wij zijn altijd opgeruimd. Kijk, dat scheelt. Nou ja, u zit in de techniekbranche, groot personeelstekort in de techniekbranche. Hoe is dat bij u in het bedrijf? Wij zijn ontzettend gegroeid de laatste periode, maar we proberen nog steeds door mond-op-mond reclame andere mensen bij ons te krijgen, dat we voldoende personeel hebben. Oké, en voor ondernemers is het best wel een moeilijke tijd. Vandaag de dag van de ondernemer. Is het eigenlijk nog wel leuk om ondernemer te zijn in die moeilijke tijd? Ja, ik vind het wel een hele interessante tijd. De techniek gaat zo ontzettend snel. We hebben de energietransitie, de verduurzaming. Het is echt heel erg interessant. Ja, en die verduurzaming, dat is iets waar jullie natuurlijk veel op richten. Ja, vandaag dus de dag van de ondernemer. En straks spreek ik met Jacco Vonhoff, de voorman van MKB Nederland. En ik ga eens vragen wat hij op de planning heeft vandaag. Dankjewel, Tessa. Ja, mevrouw Adriaansens, we horen deze ondernemer zeggen, ja, het is een interessante tijd, ja, mooi, maar wat is het ook zwaar voor ze? Ja, nee, het is in eerste instantie voor een aantal ondernemers en niet voor iedereen. Want je ziet ook dat door de situatie waar we in zitten, sommige bedrijven daar makkelijker mee kunnen omgaan dan anderen. Maar het is wel zwaar. De prijzen zijn natuurlijk bizar hoog. En er moet ook heel veel gebeuren. Dus aan de ene kant denk je ook, moet ik betalen? Ik moet mijn kosten bedenken. Hoe betaal ik mijn kosten? En aan de andere kant moet je ook nog verduurzamen en je aanpassen aan alles wat je online kan doen, noem maar op. Ja, want u ziet, als u door uw lokale winkelstraat ziet, denk ik ook hoe zwaar ondernemers het hebben. Naast het feit dat u dat natuurlijk vanuit uw portefeuille hoort. Ja. Wat doet dat met u? Ja, allereerst, dit werk doe je ook omdat je het je aantrekt. Hè? Want dus dat vind ik ook vreselijk. Ik bedoel, als ik lege panden zie, dan denk ik, oh jee, want Nederland is heel bijzonder. We hebben echt hele mooie binnensteden, mooie dorpspleinen, winkels. Er is altijd best veel te doen. Mooie combinatie van winkels en horeca. Dat wil je eigenlijk wel behouden. Ja, maar dat is nu op heel veel plekken niet zo. Maar je ziet ook wel weer andere initiatieven ontstaan. Want het is ook Nederland. Dat er een heleboel, dat je ziet dat gemeentes het zich aantrekken. Ik weet van een heleboel gemeentes dat ze met de ondernemers in een dorp of in een plaats, dat ze afspraken maken en kijken hoe ze er op een goede manier mee om kunnen gaan. Dus ik heb ook wel weer vertrouwen in dat we eruit komen. Maar we moeten soms ook een handje helpen. Dat doen we als overheid ook. Daar hebben we ook potjes geld voor, zeg maar, om dan net een zetje te geven. Om zo'n plein een beetje op te leuken, om te zorgen dat het schoon is. Dat je net dat stuk wat eigenlijk van niemand is, dat je dat een beetje helpt. Ja. Want het is heel belangrijk. Hoe ziet dat er in uw woonplaats uit? Nou, ik was er afgelopen weekend nog om Sinterklaas inkopen te doen. En ik heb daar nog wel toch een bruisend gevoel bij. Het is tuurlijk zie je hier en daar de winkels leegstaan. Maar wat ik wel weer mooi vind is dat daar dan creatieve dingen op worden gevonden. Ik zag een winkelpand ingericht als een soort huiskamer van Sinterklaas. Waar op bepaalde momenten dan blijkbaar iets te doen is voor kinderen ook. Je ziet etalages die door kunstenaars worden ingericht. Dus nou ja, die creativiteit, met wat creativiteit los je dat toch wel weer een beetje op misschien. Ja. Als we dan kijken naar een van de grote thema's die er nu natuurlijk spelen. Dat is die energiekosten, die gestegen energiekosten. Nu is er vaak genoeg gegaan over de kritiek die er op u was over dat het wat langer heeft geduurd voordat er een duidelijk beleid was over wat we met die energietoeslag moeten doen. MKB Nederland die roept de Belastingdienst en banken nu op om ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Vindt u dat er nog meer hulp bij moet? Dat er nog een tandje bij moet? Of is het eigenlijk, nu we die energietoeslag hebben, ook wel weer goed? Het is heel moeilijk om op een goede manier steun te geven. Omdat als wij te veel steun geven, dat is een beetje ingewikkeld soms om te begrijpen, maar maken we de situatie uiteindelijk slechter. Ja. Dan zorgen we voor nog meer prijsstijgingen. Dus dat wil je niet. En aan de andere kant wil je ook heel graag dat de ondernemers die het super zwaar hebben, want ik heb het nu even over de ondernemers die het super zwaar hebben, zoals bijvoorbeeld bakkerijen die heel veel kosten moeten maken voor energie, dat je die de winter doorhelpt, zodat ze zich beter kunnen aanpassen en kunnen, ja, bijvoorbeeld ook meer kunnen verduurzamen. Want uiteindelijk moeten we meer energie besparen en op een andere manier energie gebruiken. Ja, maar over die negatievere kant van het helpen van ondernemers. Er zijn natuurlijk in de coronatijd ook heel veel ondernemers geholpen. Zijn er niet heel veel bedrijven in leven gehouden die eigenlijk misschien een natuurlijk verloop er niet meer waren geweest, waardoor we nu niet zo'n groot personeelstekort hadden gehad?
Die is iets te kort door de bocht, maar het helpt, het heeft niet geholpen. We hadden al een wankel evenwicht als het gaat over personeel. Dat komt ook omdat we met z'n allen ouder worden. Dus dat is een belangrijke reden. Maar het heeft niet geholpen, want we hebben mensen op hun plek gehouden. En de economie, zeg maar, hoe we met elkaar werken en leven, dat heeft een soort natuurlijk proces. En dat hebben we een beetje gestopt. Ja. De regels voor compensatie zijn versoepeld. Wat staat er verder nog op het programma? Waar kijkt u nog specifiek naar om die ondernemers toch een beetje deze crisis door te helpen? We hebben als Nederland echt gekozen om de huishoudens te helpen. Om vooral de mensen thuis, hè, dus eigenlijk alle burgers van Nederland, een zetje in de rug te geven, dan gaat het over dat prijsplafond. En dat zullen mensen gaan merken vanaf november. En daarmee hebben we ook de verwachting dat, kijk, voor de mensen die het heel zwaar hebben, zal dat heel hard nodig zijn. Maar dat degenen die het misschien wat minder zwaar hebben, dat die dat ook gebruiken om weer te kopen. En om te zorgen dat we die economie gaande houden. Ja, zijn er dan...